Is het uit met Romy? Oké, dus ik hou het even heel met jullie. Het is uit met Romy, maar we hebben... Kan je een backflip? Echt niet. 3, 2, 1. Hey, what's Gucci? Het is je panna, Steven Vechten. I don't care if you got... Deppen mag niet meer. Wat we gaan doen is een Q&A. Lang geleden, maar we gaan weer een Q&A doen. Dus we gaan kijken wat jullie zeggen. Vraag nummer 1 komt nu. Oh my god. Vraag nummer 1. De allereerste vraag is, wat is je doel in het leven? Wat is mijn doel in het leven? Ik heb echt oprecht geen idee. Gewoon dingen doen wat ik zelf leuk vind. Dat is mijn doel in het leven. Mijn doel in het leven is dat ik gelukkig ben en dat ik kan doen wat ik zelf leuk vind. Dus stel, ik wil muziek maken, dat ik muziek ga maken en dat niemand mij laat stoppen. Dat is het. Wat ik wil doen en ik ben niemands bitch. Ik ben mezelf. Dat is mijn doel in het leven. Ik ben niemands bitch. Ik doe wat ik wil. Vandaar ben ik nou eenmaal op de aarde voor. Wat doe je allemaal om deze quarantaine te overleven? Nou, ik ben bezig met een nummer. En ik ben met eentje bezig waar ik echt hyped over ben. Waar het gaat over dat ik praat tegen een hater, meisje, achtig iets. En dat gaat gewoon over dingen wat ik heb meegemaakt. En het is best wel vet. Het is gewoon snel en het is gewoon geen autotune, niks. Dus ik ben er best trots op. Hier is een stukje. Oh my god. Ken je die Steven? Oh, nee. Hij is zo slecht. Hij denkt dat hij alles is. Kijk hem. Ew, wat een loser. Wat denkt hij? Gasper, wat denkt hij? Ja. Yeah. Ben een spinner, ren een kilometer verder. Scannen aan de sprinter, maar ze kunnen mij niet temmen. Hart is in de bij voor mijn use en bol sneller. Vandaag is de dag, ik zie alles scherpen. Pull-up op je scherm, boys, ik ben back. Steef je met de lussen wat je doet online. Je hebt views op de gram, maar je bent niet eens fine. En nog één ding, alsjeblieft, gedrag naar je leeftijd. Please gaan zitten, broke ass check. Ben je enthousiast over de nummer, laat het even achter in de reacties. Dat zou super tof zijn, zo nice en hard. Yo, Steven Vechten. Check out my content. Much love. Oké, wat we gaan doen is zijn content even kijken. Het is... Ik ben nu ook al wel in deze video nooit echt views gaan pakken, want het is gewoon standaard. Het is gewoon standaard video wat elke Instagram ooit heeft gedaan. Oh, ik stoot meteen. En ik heb die ook zo vaak gedaan. En dat is gewoon slecht. Maar oké, ik snap het. De eerste video is dus een beetje moi. Het is gewoon standaard, het is logisch. Maar we gaan er nog steeds kijken. Deze foto vind ik best wel hard, met die mondkap zo. Ik vind die mondkap keihard. Laat iemand achter, weet je waar je zulke mondkapjes kan halen? Laat even achter een reactie, want ik zou zo net wel willen hebben. Nooit dat hij dit is, dit is keihard. Hoor dan. What? Nee, dat kan niet. Hoe voelde je op het moment dat je besefte dat je beroemd wordt? Nou, nog steeds, ik voel me nog steeds niet beroemd. Ik voel me nog steeds een domme jongen uit Groningen. En ik wil mezelf ook helemaal niet als beroemd zien. En dat is er elk beroemd iemand, maar het is... Mensen maken jou belangrijk. Ik maak mezelf niet belangrijk. Mensen maken mij belangrijk. En mensen die zeggen tegen mij high class, omdat ik hun niet ken. En wie de fuck gaat met random mensen praten, dat doet niemand. Maar omdat ik dat niet doe, ben ik high class. En dan krijg je er allemaal bij. Maar onthoud... Ik ben niet, ik zie mezelf niet als dinges. Ik ben gewoon Loki en ik zal altijd Loki blijven. Ook al zou ik echt opblazen. Als ik een keer met je DM, wat ik met mensen doe. Luister goed, als ik ooit met mensen DM, en dat doe ik met mensen. Verwacht niet van mij dat ik elke dag kan DM'en. Want als ik met 200.000 mensen tegelijk moet gaan DM'en. Dan weten we allemaal wat er gebeurt. Ik heb geen tijd. En dat wil ik even zeggen. Dus ga niet zeggen van, oh Steven, je bent high class, maar je reageert nooit. Je moet gewoon realistisch denken. Ja, je moet gewoon realistisch denken. Dat is het enige wat ik even wou zijn. Oké, dank jullie wel. Oké, nu dat weer van mijn chest af is, kunnen we weer verder. Are you a virgin? Gast. Tuurlijk ben ik een virgin. Ik zal nooit mijn pipi delen. Wat is je volledige naam en achternaam? Steven Vechten. Dat is mijn naam. Kan je een backflip? Vroeger kon ik een salto, maar ik heb nog nooit een backflip gekund. Dus wat we nu gaan doen, we gaan naar buiten en we gaan proberen of ik een backflip kan. Ik denk het niet. maar have fun. Zo ja? Ja, Essen naar de cameraman. De cameraman. Oh mijn god. Zo naar de cameraman. Oké, wat we gaan doen is een backflip. Ik denk dat ik een backflip kan. Nee, ik zou het wel op het gras doen. Ja, dat doe ik sowieso. Okay. Maar denk je dat ik één kan? Nou, ik heb er... 92% vertrouwen in. 92% is supergoed. Kom. I'm running, I'm running, I'm running. I'm running, I'm running. Ik denk ook dat je het ICD-beschermen omdoet. Nee. Nee? Nee, je kan niet een match doen. Waarom? Ja? Ja? 3, 2. Even kijken dat die hond dit. Hmm.
Ga je serieus doen? Ja? Jongen, dat kan je echt niet. Nou, 3, 2, 1. Jongen. Oké, ik kan wel een handstand, ja? Even kijken hoe ik dat altijd deed. Deze stamboot is zo klein. Jij bent klein. Wow! Eén, twee. Ja! Ben je nieuw op mijn kanaal? Zorg dan zeker voor dat je abonneert. We zijn op de road naar de 100.000 abonnees. Zet een belletje aan, want dan ben je altijd up-to-date voor nieuwste video's en andere dingen. En heb je nog niet gelijk, druk even op de like, want dat is allemaal super belangrijk. Je vriendin of Animal Crossing? Nee, nee, dit kan niet. Deze vraag is onmogelijk. Waarom zou iemand ooit... Tuurlijk Animal Crossing! Hou je 1,5 meter afstand? Ik hou 1,5 meter afstand. Is het uit met Romy? Oké, dus ik hou het even real met jullie. Want ja, het was wel eens uit met Romy, maar we hebben gelukkig weer met elkaar. We zijn weer gelukkig samen en we hebben weer samen verkering. Het was uit, ik denk, hoe lang, ik weet het niet. Maar... vind ik. Ik ben tenminste blij. Ik weet niet of zij blij is. Als ze blij is, dan hoop ik het voor haar. Maar anders, ja. Dan niet. Ben je bang voor corona? Nou, oprecht, ja. Want, ja, het is gewoon niet een zomaar griepje. Mensen die gaan helemaal stressen, net zo nu wat je ziet op ParaTV. Alsjeblieft, mensen, krijgen eigenlijk een beetje breincellen. Iemand was overleden, die had corona, had een hartslag gekregen. Je snapt toch dat je lichaam harder moet werken, meer dingen moet doen. Zijn longen deden niet, dus hij moest aan beademing. Dan gaat je hart het zwaar krijgen. En dus de corona is de oorzaak voor die hartslag. Maar de meeste mensen die snappen dat niet, die lezen hartslag. Oh, iedereen houdt je voor de gek, mogen we naar buiten. Er is een reden waarom de hele wereld op een lockdown bijna zit. Door ontgelopen dat 5G en al die dingen en je zet het in de fik. Sorry, maar dat is erg bizar. Ik vind hoe mensen sommige dingen bedenken erg bizar. Waarom zou je nu op deze punt dingen in de fik gaan zetten? Dan zet je toch gewoon alles, iedereen nog meer in gevaar. Why is everyone so obsessed with Animal Crossing? Nou, omdat Animal Crossing is gewoon keihard. I love you. Ah, wat schattig. Ook boomer. Nee, hoe kan je zo perfect zijn? Damn, straight facts. Weet je ook wat straight facts zijn? Je moet een kat eten geven, anders gaat hij dood. Bizar, ik snap het ook niet. Echt, ik dacht altijd dat ze zelf kookte, maar blijkbaar niet. Hoe dan? Dat is toch raar? What's your biggest regret? Mijn allergrootste regret, wat het in het Nederlands is, ik weet het even niet meer, is dat ik... dingen deed wat ik zelf niet wou. En ik begin nu eindelijk mezelf te zijn en ik weet wie ik ben. Ik was even 2 of 3 jaar even mezelf kwijt. En ik ben super trots op mezelf nu weer dat ik mezelf aan het vinden ben. Natuurlijk, ik ben er nog niet. En ik ben nog soms een beetje depressief en dingen. Maar het is al wel beter. En daar ben ik heel trots op. Dat ik niet meer, dat ook al zijn er haters of mensen die zeggen dat je het niet moet doen. En alles en wat ik allemaal heb meegemaakt deze afgelopen jaar met mijn hartstand en alles. Het is wel dat ik me nu weer top voel. En ik ga er gewoon weer tegenaan en ik heb gewoon scheid wat iedereen tegen me denkt. Ook al moet ik alleen door het leven gaan, zolang ik gelukkig ben, ben ik gelukkig. En dat is mijn doel. Dat is echt mijn doel. Zolang ik gelukkig kan zijn, ben ik gelukkig. En misschien is het egoïstisch en natuurlijk wil ik nog steeds wel mensen helpen. Maar dit wil ik gewoon zeggen tegen mensen. Iedereen die is zo van... ja, ik zou eigenlijk wel YouTube willen doen, maar ik ben bang voor andere mensen. Nou, weet je, als je al bang bent voor andere mensen... doe het, alsjeblieft, want je leven wordt zo verbeterd. Je gaat je eerst echt rot voelen omdat die mensen stoer gaan doen. Maar als je gewoon eindelijk denkt van, yo man, fuck je allemaal, je gaat dingen bereiken wat niemand anders ooit heeft bereikt. Ik heb dingen gedaan wat nooit iemand op die leeftijd heeft gedaan. Toen ik 16 was, sliep ik gewoon in Amsterdam, deed ik gekke dingen. Oké, dus dit is mijn favoriete nummer. Oké, op nummer 1 staat dit. Nummer 2 staat deze. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je liked en abonneert. En dan zie ik jou met je leuke koppie weer later. Doei doei. Swamp. Keep telling me what I do. I will follow my own road. I know that I'm different. I don't wanna look like you. 120,000 on the gram. Hey, I don't want.
wanna walk in Gucci Louis Vuitton. Understand? Als je van 3, 2, 1. Jongen.